We staan voor Saskia's dansschool, waar vandaag de audities voor Fris plaatsvinden. De kandidaten zijn hartstikke gespannen en staan te popelen om te beginnen. Het lijkt me de allerhoogste tijd om eens kennis te gaan maken. Tanique, wat dacht jij vanochtend toen je hier aankwam? Nou, ik had er vooral gewoon heel veel zin in. Ik laat alles gewoon lekker op me afkomen. Nou, hier is het. Gaat eindelijk beginnen. Heb je een beetje geslapen vannacht? Ja, ik heb heerlijk geslapen. En toen kwam je hierheen en dacht je van, nu is mijn moment. Die moet ik gaan pakken. Ja, ik heb er super veel zin in. Zin om lekker te gaan dansen. We hebben het filmpje opgestuurd gekregen en ik heb mijn best gedaan om het al een beetje door te nemen. Dus ik ben benieuwd hoe het zo gaat. Roline, de weg naar Fris was lang en nu zijn we aanbeland bij de audities. Hoe was die weg? Die weg was heel erg leuk, maar toch ook wel spannend. We hebben verschillende filmpjes moeten insturen. Auditiefilmpjes waarin je een klein stukje van een liedje van Jumbo zong. En we hebben ook een challenge moeten doen. En dat was wel een hele leuke opdracht om te doen. Vertel eens over die challenge. Je moest laten zien hoe graag je nou eigenlijk bij de meidengroep Fris wil. Nou, dat wil ik natuurlijk ontzettend graag. En dat heb ik laten zien in een filmpje. Ik ben gewoon met deze kou een meer ingelopen. Heb me laten vallen. En daarnaast ben ik ook nog op de radio geweest. En heb ik gewoon in een winkel bij Wildvreemden een liedje van Fris gezongen. Ik heb het niet verwacht in ieder geval. Nee. Want het was natuurlijk zangeressen konden zich opgeven. En toen dacht ik van ja, zou ik het wel, zou ik het niet doen? En toen dacht ik van ja, ik wil het wel heel graag, omdat ik Jumbo ook al van kinds af aan al ken. En ik denk ja, ik wil daar gewoon voor gaan. Je ziet ze op het internet en je ziet de shows voorbij komen, Facebook. En toen kwamen de meiden en dat is dan wel leuk, want dan kan je elkaar toch eventjes ontmoeten. En toch al eventjes kort een praatje gemaakt. Leuke meiden, ja, absoluut. Joehoe. Hallo. Hallo. Nou, het zit erop, hè? Goed. We hebben heel hard geoefend. Ja? Ja, okay. Ja, we hebben net al stiekem even gespiekt. Ja, superleuk. Ja, je ziet ze natuurlijk wel op internet. Dan denk je van, oh, is wel leuk. En dan zie je ze eindelijk een keer. En dan zie je ook echt dat ze echt heel spontaan zijn en leuk. Ik ben Lindsay. Ik ben Samantha. En voorheen waren we natuurlijk met z'n drietjes. We hebben ook een nieuwe naam, Fris. Ja. En we zijn dus op zoek naar een nieuwe Fris-member. Ja, en hij zit er natuurlijk, hij of zij zit er natuurlijk tussen. Dus ik hoop dat jullie genoeg geoefend hebben. Ja. Want zometeen gaat het echt gebeuren. Jullie hebben nog een half uurtje de tijd om even iets voor jezelf te doen. Of ja, misschien nog even door te nemen. En dan gaan de audities echt beginnen. Zeg maar. Dus, spannend. Ja. Ja. Nou, wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. En wij zien je straks. Ja. Oké, okay, tot zo. Tot straks. Ja, dat is voor mij weer heel even geleden. Ik heb vroeger veel gedanst, maar ik doe het nu niet meer regelmatig. Dus ik vond het wel spannend. Ik was benieuwd of ik het dan weer onder de knie zou krijgen. En ik heb gisteravond nog even alles geoefend. En ik hoop dat ik het straks ook, als ik misschien wat zenuwachtig ben, dat ik het goed ga doen. Nou, voor mij is het wel, het dansen is wel een vertrouwd gebied voor mij. Ik ben danseres en dansdocent, dus over het dansgedeelte maak ik me niet zo heel veel zorgen. Ik heb er wel zin in, eigenlijk. Leuk. Ja, ik weet niet. Prettig gevoel. Prettig, denk ik. Ja. Super goed gedaan, echt. Mijn complimenten sowieso voor de energie, want die spatten er echt van af. Ja, ik kon ook zien dat jullie ervan stonden te genieten. Het was echt heel leuk om te zien. Vooral omdat we dit net in een uurtje hebben ingestudeerd. Er zitten wel grote verschillen in de groep qua dans, qua kwaliteit. Maar in ieder geval heb ik in ieder geval genoten van jullie allemaal. Ik vond het echt heel erg leuk om te zien. Het is natuurlijk, als je in een meidengroepje zit, is het een pakketje. Kan je goed zingen, kan je goed dansen en ook uitstraling. Dus dat is ook waar we allemaal naar gaan kijken. Maar ja, echt genoten van jullie. In ieder geval van de dans allereerst. Ja.
Ik vond het wel spannend, maar ik vond dat ik het toch nog best goed oppakte. Michelle, daar zitten we dan, hè, op de stoel. Ja, ik ben best wel zenuwachtig. Ja. Ja, over die zenuwen gesproken, er zitten ook allemaal mensen naar je te kijken nu. Ja, hoi. Nou, dat maakt me niet zoveel uit, maar meer die druk om dadelijk echt auditie te doen. Waarom denk je dat jij vandaag de jury weg gaat blazen? Waarom moet jij bij Fris horen? Nou, ik hoop het. Hè. Ik denk het niet, maar ik hoop het. Ik wil dit super graag en ik hoop dat ze ook echt die motivatie in mij zien dat ik het ook echt graag wil. Ik wilde al vanaf ik klein ben, wil ik al in een meidengroep. En van, ik keek er altijd tegen op, Spice Girls, maakt niet uit. Hè. En nu kwam dit zo op mijn pad en toen dacht ik, nou, dit is echt een kans, die moet ik nu pakken. En ja, ik hoop dat hun dat ook echt terug gaan zien in mijn auditie. Hoi, sorry. Je ziet er hartstikke mooi uit. Dankjewel. Allereerst. Dankjewel. Welk liedje ga je zingen en misschien kan je jezelf kort even voorstellen. Ik ben Michelle Dubbelboer. Ik ben 22 jaar, sorry. Ik kom uit Best bij Eindhoven en ik zou eigenlijk het nummer Boy I Like You gaan zingen. Alleen ik ben best wel hees en dat is misschien een ouderwets smoesje, maar het is echt niet echt helemaal lekker. Dus ik heb net besloten dat ik toch even twee refreintjes pak die mij nou net wat lekkerder liggen. Ja, oké. Nou, doe waar je goed bij voelt en heel veel succes. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all night long. You gotta be mine. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all night long. You gotta be mine. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Give me all your love, all your love. Ja, zenuwen gieren door mijn lijf. En ik dacht echt, oh, shit, dan krijg ik een blackout. Maar het ging allemaal wel goed. En toen we begonnen te praten en commentaar gaven, en zei Samantha kreeg kippenvel, zei ze. Dus ja, doet je dan zo goed, dan heb je echt zo'n gevoel van, daar doe ik het voor. Weinig van gemerkt inderdaad. Alleen toen jij volgens mij de laagte in ging, hoorde je een klein beetje dat je last had van je stem. Maar goed dat je het van tevoren hebt gezegd. Maar daarnaast heb je echt een prachtige stem. Ik had echt kippenvel. Oh. Ja, nou, serieus. Dankjewel. Bij het eerste liedje had ik heel erg kippenvel. Omdat je het was een beetje fragiel, mooi met de vibratie. En ik vond het ook wel heel leuk om te horen dat je eigenlijk twee liedjes hebt gekozen. Met Hands Up hoorde je iets meer pit in je stem. En dat is ook wel echt goed bij ons, zeg maar. Dus heel goed gedaan. Dankjewel. Nathalie, daar staan we dan. Dit is jouw moment. Hoe is het qua spanning? Ja, de spanningen zijn er wel. Ik ben echt heel zenuwachtig nu. Zullen we nu naar binnen gaan? Ja, is goed. Ga je maar eerst. Heel veel succes. Dankjewel. Te diep in mij al wat ik van je vind. Je geeft me vleugels, maakt me blij. Je brengt mijn hoofd op hol, ik hou van jou. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all night long. You gotta be mine. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all night long. Forever and ever. One, two, three. We're playing hide and seek. Count to ten. Je zei net van, ik heb nog niet alle ervaring met zang. Ja. Ik vind eigenlijk dat je me wel verrast hebt daarin. Dank je hebt een mooie vibratie in je stem, je zingt zuiver, je zingt in de toon en dat is echt super belangrijk. En ademsteun en echte technieken, die kan je nog aanleren. Dus al in basis vind ik het eigenlijk gewoon heel goed klinken. Dus dat komt helemaal goed. Dat is heel goed gedaan. Hoe heb je geslapen vannacht? Bijna niet. Was je echt zo gespannen, Ivo? Ja, best wel. En even over jouw voorbereiding, hè? want jij bent in de Efteling geweest. Hoe heb je jezelf daar voorbereid? Ik heb het liedje geïnstudeerd en ik had zoiets van, ik ga het gewoon doen. Ik heb het dansje bekeken en ik doe het gewoon. Dio, jij gaat natuurlijk de jury helemaal wegblazen. Ik hoop het, ja. Ik kan niet meer dan mijn best doen. Ik ga jou volgen, want je mag naar de stip. Oké, is goed.
Hallo. Hi. Zou je jezelf heel kort even willen voorstellen? Nou, ik ben Dio, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Spijkenisse. Oké, leuk. En welk liedje ga je zingen vandaag? Abracadabra. Goed, nou, ik zou zeggen heel veel succes. Zet hem op. Mijn toverkracht betovert iedereen. Geef mij wat, alles wat ik hebben wil, krijg ik meteen. Wees niet bang, het duurt niet meer zo lang. Abracadabra, my wish is your command. Abracadabra, wish you love me. Abracadabra, sing in its magic words. Abracadabra, you will be mine. Boy, ik vond het op zich, ja, ik was heel erg nerveus, echt zenuwachtig. En ja, doordat ik ook nog een choreografie deed, combineerde dat niet goed en... Ja. Goed gedaan. Hè? Heel veel energie. En ja, ik moet wel zeggen, het is ook leuk. Jij bent ook al iemand die doet ook meteen een dansje erbij. En het enige wat wel is, ik merkte wel bij de coupletjes dat je daar af en toe een beetje uit de toon zeg maar was. Maar ja, stelde je wel weer heel goed in de refrein. Hè? Ja, wat ik daar aan toe wil voegen. Allereerst vind ik je motivatie echt fantastisch. Je hebt de opdrachten die gedaan moesten worden, heb je echt perfect uitgevoerd. Je hebt er heel veel energie in gestopt. En je ziet nu ook met het zingen, wil je zo graag, doe je ook een dansje erbij. Voor de volgende keer zou ik wel als tip meegeven, als je echt een zangauditie gaat doen, dans dan niet. Want je zang, ja, maar je zang wordt dan ook ja, minder stabiel. Dus de volgende keer zou ik dat niet doen. Maar dankjewel in ieder geval voor je performance. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Give me all your love. Elke dag loop jij voorbij met een lach. Kijk je naar mij, ik wil een zoen. Zeg me wat ik moet doen. Denk niet na, tel niet tot 10. Waar ik ook ga, ik blijf je zien. Zeg nu geen nee en kom, ga met me mee. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart. Give me all your love, all your love. Ik vond het heel mooi. En ook ja, hoe je dan met de camera speelde en ons aankeek. En ja, hoe je performde, het zag er gewoon wel helemaal goed uit. Goed gedaan. Je hebt een hele mooie stem. Komt in het goede volume uit. En daarnaast, naast dat je heel mooi zingt, perform je ook echt. Je keek even naar de camera. Ja. Dus ja, je hebt ook volgens mij ook wel iets meer ervaring, toch? Met tv en zang en dans. Dus dat zie je ook wel terug. Dus dat is leuk om te zien. Ja. Heel goed gedaan. Nou, last but not least, heb je er zin in? Ik heb er super veel zin in. Beetje spanning, maar ik ga er gewoon van genieten. Laten we gaan. Nou, hartstikke leuk dat je er bent. Spannende dag. Zeker, ja. Ik ga een stukje zingen van het liedje Made to Love You en een heel klein stukje van I Wanna Thank You. Dat plak ik aan elkaar. Oké, nou heel veel succes. Dankjewel. And I was made for love you, boy. You were born to give me joy. We were made for love and all I long. Forever and ever. And I wanna thank you. Thank you for loving me. And I'm so glad to be around you. You always know just what to do. Thank you from the bottom of my heart. Zenuwachtig! Het is wel heel goed gedaan hoor. En ja, knap dat je twee liedjes aan elkaar hebt geschakeld eigenlijk. Dat je van de ene naar de andere meteen door bent gegaan. En heel eerlijk, bij I Wanna Thank You kreeg ik wel een beetje kippenvel. Dus ja, heel veel mooi met emotie gezongen. En, kwam heel goed over. Je mag wel iets doen aan je uitspraak. Sommige woordjes dat ik denk van, volgens mij is dat wel een puntje waar je aan kunt werken, maar voor de rest wel heel goed gedaan. Je hebt eigenlijk geen professioneel ervaring in dans en zang. Dus ik vind
echt waar voor als je geen ervaring hebt in dans en zang, dat je vandaag ontzettend goed bent meegekomen. Ja, ik vind jou echt gewoon een heel leuk mens. Dat heb ik vandaag gezien met dansen ook. Je hebt echt een hele leuke uitstraling en een beetje zelfspot en zo. En ja, ik vind je echt heel erg leuk. Je goed gedaan vandaag. Nu mag ik gaan? Oké, dankjewel. Ja, ze vonden me eigenlijk een leuke meid, een spontane meid. En die vooral ook gewoon echt aan het genieten was vandaag. En dat ze toch wel een beetje kippenvel kregen bij het nummer. Dus dat was wel leuk. En na de auditie was even alle spanning. De kandidaten zijn hartstikke gespannen en de jury is druk aan het overleggen. Dus ik zou zeggen, laten we even gaan kijken bij ze. Loop even mee. Dames. Hey. De kandidaten zijn heel erg gespannen en ik ben zelf ook een beetje zenuwachtig. Maar hoe staat het ervoor? Heb je al iets besproken? Ja, we hebben eigenlijk al heel veel dingetjes besproken. Maar voor ons is het ook heel erg spannend. Want ze moet of hij moet er natuurlijk wel tussen zitten. En ik denk wel dat we eruit gaan komen. Ja, wie viel er op voor jou? Wie sprong eruit? Nou, qua dans viel voor mij Danique echt op. En je kan zien dat het een geschoolde danseres is en ja, ze een performer. En die sprongen voor mij wel helemaal uit, ja. En voor jou, Samantha, geef naar jou toe. Maar wie viel er voor jou op? Wie vond je goed? Het ligt aan in welk opzicht uiteraard. Want Danique zie je inderdaad echt dat zij gewoon heel sterk is qua dans. Maar het gaat uiteraard niet alleen om dans, maar ook om zang en uitstraling. Passen bij ons twee. Spannend, we gaan het afwachten. Ja. Dus dankjewel. Drie mensen gaan erdoor. Dus we gaan het nu bekendmaken. Nou, spannend. Ik vind het zelf ook een beetje spannend om te doen. Oké, nou, de eerste die doorgaat heeft ons heel erg verrast. En daar zijn we heel enthousiast ook over. Dat is Danique. Gefeliciteerd. We zien je echt heel graag terug bij de volgende ronde. Volgende en laatste ronde. Danique. En, heb je goed nieuws? Ik heb goed nieuws, ja. Ik ben door naar de laatste ronde. Dus. Hoe blij ben je? Heel blij, echt heel blij. Yay! De volgende die door is naar de finale, dat is Iris. Gefeliciteerd, je hebt het super goed gedaan. Nou, ik ben super blij dat ik door ben natuurlijk. Ik had het echt super erg gehoopt. Ik wist het echt niet wie het nou ging worden. Ik vond iedereen het echt super goed doen. De een had wat meer ervaring dan de ander. En dan na zo'n dag spanning, dan ben je wel echt heel erg blij dat het dan nu voorbij is en dat het goed is gegaan. Er zijn al twee, zijn er al door. En dat betekent dat één van jullie drie doorgaat. We vonden het heel erg lastig. Maar we hebben toch een keuze gemaakt. En we willen heel graag terugzien Michelle. Echt ontzettend bedankt. Ik vind jullie inzet echt fantastisch. We vonden het eigenlijk heel moeilijk, want motivatie is ook ontzettend belangrijk. Maar uiteindelijk moeten we toch een keuze maken wie er het beste bij ons past. Maar ontzettend bedankt dat jullie hier waren vandaag. Hoe voel ik me nu? Ja, het is natuurlijk jammer dat ik niet door ben naar de finale. En toch heb ik dit ook weer als een leerproces gezien. Het is toch weer een ervaring. En ik bedoel, ja, teleurgesteld kan ik niet echt zijn. Ik bedoel, met zo'n mooi jurycommentaar, dat neem ik toch weer mee. En dat neemt niemand meer van me af. En wie weet wat er nog op mijn pad komt. Ik voel me opgelucht. En ik ben heel erg blij dat ik het had mogen doen. En ik vond het gewoon hartstikke leuk. Ja, ik ben super blij. Vooral naar al die zenuwen die nou vandaag de hele tijd door mijn lichaam gingen. Dus ik ben wel blij dat ik nou even opgelucht adem kan halen en dat het ook niet voor niks is geweest. Dus nou heb je echt zoiets van, oké, nou hebben we er iets om naartoe te leven voor dit. En ik wil het zo graag. Dus ja, dan is alles je waard geweest. Hier heeft het vandaag allemaal plaatsgevonden. De audities voor Fris. Het was echt een waanzinnig spannend spektakel. Niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor de jury. Michelle, Iris en Danique hebben de finale gehaald. Helaas is de rest van de kandidaten naar huis gestuurd. Vergeet deze video niet te liken en te delen. En volg ook de dames van Fris op Facebook. Tot in de finale.